Hey Jan. Hey Jan. Hey Jan. Hey Jan. Dag Jan. Hallo meneer Smeet. Hey Jan. Beste Jan. Hey Jan. Hey Jan. Hey Jan. Hoi Jan. Hallo. Lieve Jan. Jan. Hallo Jan. Lieve Jan. Hey Jan. Meneer Smeet. Dag meneer Smeet. Hey. Nou, meneer Smeet. Ik heb in de finale gestaan van 1983 en die werd toen gewonnen door G. Reinders. 79 Pinkpop binnen, 81 Pinkpop baller, 86 Pinkpop geleid, nu of nooit. En 2009 Pinkpop Classic in Landgraaf. 1994 met mijn toenmalige band Sons of the Rain de nu of nooit hebben gewonnen. En dat is dat jij in 1995 hebt gebeld naar mijn studentenkamer. En winnaar van nu of nooit 2001. Heel lang geleden alweer dat ik meedeed aan nu of nooit. Winnaars van nu of nooit 2006. In 2001 met Relic Pussy, 2007 met Vibe Rider. Wij wonnen in 2010. Met onze band Nu of Nooit. 2011 stond volgens mij twee keer in de finale, ook met de Dying Hippos. Ik mocht mijn grote muziekdroom waarmaken op jouw prachtige podium. Om daar voor 5000 man het podium op te lopen. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend met Nu of Nooit. Dat ik daarnaast met mijn eigen band in 2018 Pinkpop mocht openen, is een van de coolste ervaringen van mijn leven. Ik weet nog dat ik in 2019 akoestisch op Pinkpop mocht spelen. Het heeft voor mij in elk geval de spannendste en engste momenten van mijn muzikale carrière opgeleverd. Dat was ontzettend spannend, vooral ook dat jij daar dan rondliep, vonden we allemaal heel indrukwekkend. Vooral omdat u Mr. Pinkpop was en natuurlijk ook blijft. Het heeft ons een hele mooie lange carrière bezorgd. Iets dat ik in mijn jeugd nooit voor mogelijk had gehouden. Nu of nooit heeft ons naar meer doen smaken. We kwamen daar aan met 20 cassettebandjes en 10 t-shirts. Na afloop waren die binnen 5 minuten weg. En we stonden echt als we naar fris gepopte uil te kijken dat zoiets zo snel kon gaan. Jij kondigde dat aan toen door te roepen: ik ben er ooit heel dronken van geworden. Het is geen sangria, maar Sungrazer! En als je dan zelf met je bandje op zo'n fantastische poster mag staan, op zo'n geweldig podium mag staan, dat is natuurlijk helemaal de bom. Ondanks al die oproepen om vooral het vuur uit te maken, weet ik zeker dat die vuur blijft brennen binnen Bureau Pinkpop. Je hebt echt iets supermoois neergezet in de wereld en je mag er super trots op zijn. Er zijn nog maar heel weinig festivals in Nederland met een echte papa. Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor de Limburgse popsector. Maar ook voor je eindeloze en toomloze inzet voor bands uit Nederland en bands uit Limburg. Ik wil je heel erg bedanken voor alles wat je voor mij persoonlijk en voor de hele Limburgse muziekscene betekend hebt. En ik wil u in ieder geval bedanken voor jaren van inzet voor onze Limburgse muziekscene en hopelijk blijft het ook nog jaren zo. Wat gaan we u missen? Geniet van je pensioen, jong. Hoi hoi. Dankjewel. Take care. Bye. Jan, bedankt. Bedankt. Jan, het gaat je goed. En je blijft altijd een legend. Hey Jan, oh jaaks. Hartstikke bedankt daarvoor, Jan. Geniet van je welverdiende pensioen. Jan, bedankt. Super bedankt. Het gaat je heel goed. Dag. Jan, bedankt. Was te gek. Het gaat je goed. See you. Heel veel liefs en geniet van je pensioen. Jan, bedankt. Ja.